Nu de gesprekken aan een tijdje gaande zijn over het ruimen van historische begraafplaatsen, dringt het nu wel bij de samenleving door dat de graven van personen die een belangrijke rol hebben gehad in de samenleving gewaarborgd moeten worden. Binnen erfgoed zijn historische begraafplaatsen of historische graafmonumenten die bijvoorbeeld een bijzondere symboliek hebben. Om de bewustwording verder op gang te brengen, heeft de Stichting Gebouwd Erfgoed in Suriname, SGES, twee Nederlandse funeraire deskundigen laten overkomen om de cursus Funeraire Erfgoed in Suriname te verzorgen aan beheerders van historische begraafplaatsen en andere geïnteresseerden. René ten Dam, funerair specialist Stichting Dodenakkers, zegt dat met de cursus het duidelijk moet worden dat er waardevolle culturele elementen zijn op begraafplaatsen. We merken aan de cursus dat het komt en dat mensen zich nu ook realiseren dat er funerair goed is. En kijk, iedereen weet het belang van de nieuwe Oranjetuin. Alleen moet er wel iets mee gebeuren en dat ziet denk ik ook iedereen. Maar mensen door de cursussen met de verschillende beheerders die er nu zijn, hebben ze ook door dat er op hun eigen begraafplaatsen, dat er ook funerair erfgoed ligt. Dus dat gaat de goede kant op. Is de overheid bewust ervan? Ja, want in 2021 heb ik meegewerkt aan een beleidsnotitie voor het directoraat cultuur over het funerair erfgoed. Dus in ieder geval het directoraat cultuur is zich heel bewust van niet alleen de nieuwe Oranjetuin, maar ook dat er verder in Paramaribo en verder in Suriname veel waardevolle elementen liggen op begraafplaatsen. Stefan Fakkee, directeur van SGES, meent dat de cursisten de opgedane kennis in de praktijk moeten gaan gebruiken. Zij moeten vooral werken aan inventarisatie van de graven van personen die een belangrijke functie hebben vervuld in de samenleving. Ten Dam benadrukt dat het ontruimen van graven in samenspraak moet gebeuren. Het is belangrijk voor de geschiedenis van Suriname dat je toch ook wel weet wie waar begraven ligt. Het is goed om dat stukje op te pakken. Ja. Het is belangrijk voordat het tot ruiming plaats over wordt gegaan, dat de beheerder van de begraafplaats daar bekendheid aan geeft. Dus niet alleen bij de nabestaanden, maar dus ook met publicaties, zodat eventueel andere belanghebbenden gewoon daarop ook kunnen reageren. De cursus Funerair Erfgoed in Suriname is op 30 oktober van start gegaan en is vandaag afgesloten in het Senasu-gebouw.